wilt een online onderzoek starten naar een onderwerp uit het verleden. Of het nu gaat om de ontstaansgeschiedenis van de oudste muziekvereniging van Twente, of over de aanstichters van de Zwolse spoorwegstaking van 1903, hoe pak je dat aan? In deze video nemen we je mee in de 5 stappen die je kunt zetten bij je online historisch onderzoek. Voordat je gelijk in allerlei zoekmachines duikt en overspoeld wordt met alle informatie die je online te vinden is, stop! Formuleer eerst een zo specifiek mogelijke onderzoeksvraag, zodat je goed kunt bepalen wat je wil weten. De belangrijkste elementen van je onderzoeksvraag zijn het hoofdonderwerp, de tijdsperiode, de plaats en de specifieke aspecten van je hoofdonderwerp waar je meer over wil weten. Het formuleren van een onderzoeksvraag en eventuele deelvragen kost misschien even tijd, maar het voorkomt juist veel onnodige zoektijd. Het is niet erg als er gaandeweg je onderzoekvragen bijkomen. Dat is volstrekt normaal. Je kunt je onderzoeksvraag altijd nog bijstellen. 1 tip, dubbelcheck altijd de informatie die je online hebt gevonden. Niet alle informatie is namelijk even betrouwbaar. Raadpleeg bijvoorbeeld aanvullende bronnen die je opgedane kennis ondersteunen. Met een zoekmachine als Google is soms al verrassende informatie te vinden. Maar het kan ook helpen om meerdere zoekmachines te raadplegen, zoals Bing en Yahoo. Die leveren vaak weer andere resultaten op. Om de hoeveelheid hits te beperken zijn er een aantal handigheidjes om slimmer te zoeken. Probeer verschillende formuleringen, synoniemen en variaties. Of gebruik zogenaamde zoekcommando's in Google. Zo zet je bepaalde woordcombinaties die je wilt vinden tussen aanhalingstekens om heel gericht te zoeken. Ben je bijvoorbeeld alleen op zoek naar informatie over de spoorwegstaking in 1903 in Zwolle? Zet deze combinatie dan tussen haakjes om te voorkomen dat je van alle losstaande termen ook tig resultaten ophaalt. Denk in deze oriëntatiefase ook aan het raadplegen van online encyclopedieën en naslagwerken, zoals Wikipedia. Of als je op zoek bent naar een persoon, het biografisch portaal van Nederland. Nog een tip. Leg je informatie op een ordelijke manier vast, bijvoorbeeld in een Excel-sheet of een mappenstructuur, zodat je de gevonden informatie altijd makkelijk terug kunt vinden. Geloof me, dit helpt je bij het houden van overzicht en scheelt een hoop frustratie en terugzoekwerk. Bij een uitgebreid onderzoek is de volgende stap meestal het online literatuuronderzoek. De meeste onderwerpen zijn al eens onderzocht en vastgelegd in wetenschappelijke artikelen of boeken. Voor het doen van online literatuuronderzoek kun je terecht op verschillende websites, zoals Google Scholar, een zoekmachine waarmee je veel literatuur naar boven kunt halen. Soms zijn de werken gedigitaliseerd en kun je ze meteen raadplegen, en anders staat er meestal een link bij waarmee je het e-book of artikel kunt aanschaffen. Maar ook databases als Krantenbank Delver en die van de Koninklijke Bibliotheek geven je toegang tot uitgebreide en interessante literatuur. Vergeet bij een lokaal onderzoek ook de catalogus van je eigen bibliotheek niet. Probeer daarnaast ook gespecialiseerde landelijke of regionale tijdschriften te vinden waarin het onderwerp al is behandeld. Tegenwoordig zijn die vaak ook online in te zien. Let op! Maak gebruik van de sneeuwbouwmethode. Begin bij een zo recent mogelijke publicatie over je onderwerp en kijk vervolgens in het voetnotenoverzicht, de verwijzingen en de literatuurlijst om te zien welke literatuur de auteur heeft gebruikt. Hiermee krijg je snel een beeld van wat er in de loop der tijd is gepubliceerd over je onderwerp. Houd er wel rekening mee dat je voorganger literatuur kan hebben gemist en dat je niet altijd een volledig overzicht krijgt met alleen deze methode. Als het goed is, heb je nu allemaal informatie gevonden die je vragen beantwoorden. Nu kan het zijn dat je erachter komt dat je voor een volledige beantwoording toch nog informatie mist. In dat geval kun je besluiten nog verder onderzoek te doen en de bronnen in te duiken. Bronnen kun je vinden in online archieven. Handige startpunten zijn dan gecombineerde archiefdatabases als archieven.nl en digitale beeldcollecties. En denk ook aan krantenbanken en regionale verzamelingen waar historische verenigingen en musea hun collectie digitaal aanbieden en verhalen delen. Je hebt primaire bronnen, bronnen uit de eerste hand zoals een dagboek van de leider van de spoorwegstaking of een vaandel of pamflet die tijdens de staking gebruikt is. En je hebt secundaire bronnen. Bronnen die weliswaar een link hebben met je onderwerp, maar uit de tweede hand zijn. Zoals een krantenverslag dat in de week na de spoorwegstaking verscheen. Of een boek dat in 1923, 20 jaar na dato, is geschreven over diezelfde staking. Beide soorten bronnen kunnen van pas komen bij het beantwoorden van je onderzoeksvragen. En kun je tijdens je online zoektocht tegenkomen. Tip!
besef dat bij alle bronnen geldt dat de maker hoogstwaarschijnlijk met een gekleurde bril naar de gebeurtenissen of feiten heeft gekeken. Heb je antwoord gevonden op je onderzoeksvraag? Dan ben je toe aan de laatste stap van je onderzoek. De beantwoording van je onderzoeksvraag en de verslaglegging. Je kunt de resultaten van je online historisch onderzoek verwerken in een scriptie of essay, maar bijvoorbeeld ook in een boek, theatervoorstelling, een explainer video als deze, of misschien zit je wel te denken aan een podcast. In de video Hoe maak ik een product van mijn erfgoed gaan we verder in op de verschillende mogelijkheden en waar je aan moet denken om tot een keuze te komen. Maar voor nu, succes met jouw historisch onderzoek. Meer weten over het doen van online historisch onderzoek? Kijk dan op onderstaande linken.